Het Oekraïense leger vertraagt de opmars van de Russische troepen, naar eigen zeggen, in alle richtingen met succes. Met die boodschap komen ze op de dag 15 inmiddels al van deze oorlog. Precies 2 weken geleden werden we wakker met het verschrikkelijke nieuws dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. En volgens het Oekraïense leger hebben de bezetters op sommige plaatsen gevechtscapaciteit verloren en zijn er daarom vervangende Russische troepen opgeroepen. De steden Kharkov en Izium zouden net als Sumy en Oktyrka zwaar onder vuur liggen. En naast Kiev zouden de Russische troepen ook proberen een Mykolaiv in het zuiden van het land te omsingelen. Geen van de claims van het Oekraïense leger kan onafhankelijk worden geverifieerd, dus dat is wel even belangrijk om erbij te zeggen. Verder zien we ook ongeverifieerde beelden van Zhytomyr. Volgens Sky News zijn 2 ziekenhuizen en een elektriciteitscentrale beschadigd tijdens Russische bombardementen vannacht. Er zijn nog geen berichten over de slachtoffers daar. Een Russische luchtaanval op het kinderziekenhuis gisteren in Mariupol, in de Zuid-Oekraïnse havenstad daar, dat is volgens president Zelensky van Oekraïne een oorlogsmisdaad. Что это было? Денацификация больницы? Це вже за межою звірства. Зруйновані лікарні, зруйновані школи. Зруйновані церкви, звичайні будинки. І усі вбиті люди, вбиті діти. Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців. En in Mariupol zijn volgens de burgemeester al 1207 mensen om het leven gekomen door bombardementen van de Russen. En volgens het stadsbestuur is het heel moeilijk voor de mensen die er nog zijn om enigszins door te gaan met het leven. Zo zitten ze zonder water, verwarming, elektriciteit en gas. En zijn de mensen nu sneeuw aan het smelten om nog iets van drinkwater te hebben. Ja, het is echt ongelooflijk wat er gebeurt. Gisteren natuurlijk ook die beelden van het kinderziekenhuis. We zien hier net ook weer allerlei heftige dingen die zijn gebeurd. En vaak ook tijdens een staakt het vuren. Ja. Wat zegt dit over Poetin? Nou ja, Poetin laat zien dat hij van 2 walletjes probeert te eten. En militair oprukken. En ook nog praten. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu in totaal iets van 18 medische accommodaties bestookt door de Russen. En dat geeft aan dat Poetin all the way gaat. Maar waarom dat soort doelen? Je zou toch denken, daar blijf je juist vanaf. Je komt niet aan ziekenhuizen, je komt niet aan universiteiten. Ja, wat mij opvalt is de verbazing daarover in Europa. Omdat als je kijkt wat hier gebeurt, is het gewoon het netto uitrollen van het Syrische scenario. Daar gebeurde dat op veel vredere manier. Met luchtbombardementen, dag na dag. En dat was Syrië maar, zeg ik nou even. Nu gebeurt het in Europa en staan we op ons achterste poten. Maar dit is het echte ware gezicht van Vladimir Poetin. Te nemen of te laten, maar dit is de realiteit. Ja, dan heeft Zelensky nu dus gezegd dat hij het ultieme bewijs van genocide vindt. Wat er gisteren is gebeurd bij het ziekenhuis, dat deed hij deels in het Russisch. Waarom doet hij dat op die manier? Nou, ik denk dat hij ook probeert alle achterbannen te bedienen die er maar te bedienen zijn. En ook door te dringen tot de Russen die via hier toch wel achterkomen. Al is het maar via familieleden. Want er zijn natuurlijk over de grens zijn allerlei dwarsverbanden. Deze oorlog loopt ook dwars door families heen. Dat is onvoorstelbaar. Dus dat is de reden waarom Zelensky dat doet. En dat dit uitgerekend allemaal gebeurt op de dag dat er gepraat moet worden. Daar zullen we het straks nog over hebben. Over de diplomatieke kant van deze oorlog. Dat maakt het natuurlijk extra bitter. Ja, en dan hebben we het ook nog eventjes over Kiev. Nou, gisteravond kregen we berichten dat de Russen de buitenwijken naderden. Dat de gevechten rondom de stad heviger zouden worden. En nu zegt het Oekraïense leger juist dat de opmars in alle richtingen vertraagd wordt. Twee hele tegenstrijdige berichten. Wat is nou waar? Dat weten we niet. We weten wel dat die kolonne al 2 weken daar staat als een soort wake-up call van Poetin. Ik kan elk moment de stad binnen rukken. Maar er zijn ook harde verhalen over lage moraal, te weinig brandstof, et cetera, et cetera. Problemen binnen de commandoketen van de Russen. Ja, en dat ze nu dus ook andere mensen zouden gaan inhuren die mogelijk zouden kunnen gaan helpen. Dienstplichtigen. Ja. Het geeft aan en dat wordt door Amerikaanse generaals eigenlijk al een week lang gezegd. De performance, de prestaties van het Russische leger zijn ontluisterend.
En die kunnen niet op tegen de westerse standaarden. Ondertussen wordt er met al dat grofmazige optreden wordt er heel veel ravage aangericht. Mm-hmm. Heel veel menselijk leed. Dus het is de knoet van Poetin is niet chirurgisch. Dat heb ik hier 2 weken geleden ook al gezegd. Maar wel zeer bloederig.